En hallo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe trove video. Ik ben, ja, in de midden, ik ben ergens in het midden van de zee, omdat ik gewoon een beetje aankloten was. Maar ik ben nu met iemand hier, die heeft hier een weg gevonden naar, ik weet niet waar het naartoe is, maar... Oh, hij gaat nu weer naar boven. Oh, wat is dit dan? Wat is het hier dan? Hij gaat hier naar beneden, dus er zal hier wel een reden achter zijn dat hij hier naar beneden gaat. Dat hier iets is. Maar ik zie die reden niet. Ik zie het niet. Of is dat gewoon om mij af te schudden? Hallo, hoe kom ik hier naar boven? Kom op jongens! Dit gaat niet worden. Oké, dit wordt ouderwets bouwen jongens. Oké. Hoppa. Kijk. Nou, oké. Zo. Kijk. Kijk. Ze komen er wel. Kijk, ik was dus hier, zeg maar. En ik weet niet precies wat het is. Ik weet niet wat het is. Het is een groot kasteel, maar hij is een beetje aan het aankloten beneden in het water. En ik heb geen idee waarom. Ik meen dat ik hier nou gewoon naar beneden moest. Maar, oké. Zo, goedemorgen. Wordt hij toch een partij, Oké. In ieder geval, er moet hier ergens dus een ingang zijn voor dit ding. Ik weet niet precies waar. Kijk, daar ben ik binnengekomen. Maar dat betekent niet meteen de ingang. Kijk, hij springt maar een beetje in en weer. Een beetje in en weer vliegen. Maar waar is de ingang van dit fucking ding? Oh, hier was ik net ook al. Dat hoef ik niet nog een keer in, jongens. Ben ik er serieus ingevallen? Helemaal naar beneden. Oké, het valt mee. Er is hier een hele wereld onder, volgens mij. Ik weet niet wat het is. Het ziet er wel gaaf uit. Ik meen ook dat ik niet kan verdrinken in Trove. Tenminste, dat hoop ik. Oh, hier zit iets. Oh, kijk. Dit begint erop te lijken. Ik weet niet precies waar het toe gaat. Maar het ziet er... Oh, ik ben nu in het midden van... Ik ben nu in de binnenkant van dat ding. Gaaf. Oh. Het brengt me ergens naartoe, denk ik. Tenminste, dat is de bedoeling, denk ik. Hoppa. Oké, waar moet ik nu naartoe, jongens? Moet ik dit slopen? Nee, ik denk het niet. Oké. Ik weet niet wat ik naartoe moet, jongens. Kom op, vertel me. Help me. Waar de fuck moet ik heen? Oh, ik zit weer eens vast. Hoor, jongens. Oh, het glitst weer eens lekker. Oh shit, dat ging hard. Volgens mij bouwde ik er van snelheid op of zo. Hoor ik hier nog niet te kunnen zijn? Lijkt er wel op. Ik weet niet. What the fuck moet ik hier doen dan? Oh, hier zit een ingang. Oh, kijk, zo komen we nog eens ergens hoor. Waar gaat het heen? Oké, hij lijkt op een baas. Zo. Oké, nu lijkt het alsof hij bij een baas binnenkomt. Dus dat kan wel kloppen, ergens. Kijk, nu komen we nog eens ergens. Ik blijf een beetje focussen op die gast, want hij heeft dus de meeste helft en moet dus kapot. Zo simpel is het nou eenmaal. Dus dat is een beetje wat we moeten proberen. Oké. Zo. Hij is al met veel, man. Dat is niet cool. Het wordt niet gewaardeerd door mij. Totaal niet zelfs. Ik moet een beetje mijn helft hoog blijven houden. Zou ik gewoon ondertussen shit pakken. Kijk, je hebt nog maar een klein beetje helft. Kijk, ben je ook weer dood. Dat is ook weer gefixt. En jij dan? Ja, wat dacht jij? Wat dacht jij te bereiken? Niet zoveel, hè? Hey, ga weg, jij. Ik heb jou niks gevraagd, hè? Hey, ga weg, hè? Ga weg. Hey, gast, ik zweer je. Heel goed van me. Er komt ook nog iets grappigs doen. Oké. Zo. Hey. Oké, laten we eens even rustig kijken. Ik heb in ieder geval weer een andere box. Ik heb deze nog van vorige aflevering. Ga ik ze ook nog even openen. Oké, wat is hier nog meer te killen? Of te vinden? Er is in ieder geval hier lekker veel. Er zijn in ieder geval mensen aanwezig. Dat is leuk. Dat waardeer ik altijd wel. Oké, maar hier, ik zie hier in ieder geval geen eindbaas meer. Want ik denk dat ik die dus al gesloopt heb, zeg maar. Kijk. Oh. Oh, dit is een slecht teken, jongens. Oh, ik ben in het hol van de leeuw, hoor. Ja, dat ben ik zeker. Zo.
Maar jullie zijn maar hulpjes en ik moet jou hebben. Oh god. Hè? Ah. Ah. Kom dan. Oh, jullie gaan moeilijk doen. Oh, gaan we zo spelen? God, wat zijn jullie met veel. Godverdomme. Het is echt vervelend gewoon. Kom. Ho. Uh-oh, dit is slecht shit. Dit gaan we weer eens niet overleven hoor, jongens, ik voel het. Kom, tenzij jij... Oh, waarom blijven er zoveel bij komen? Wat is dit, jongens? Oh, god. Als ik dit niet overleef, dan weten jullie hoe ik was, oké? Dan weten jullie hoe ik was. God. Nee. Oh, god. Nee, oké. Oh, ja, kom op. Als ik nog een beetje kan damage, zou ik dan... Nee, oké. Ja. Oké, dat is goed. Weet je, ik ga in ieder geval wat. Oh, ik kom hier gewoon zo aan. Oké. Ik ga dit in ieder geval even openen, want ik ben wel benieuwd wat ik ondertussen gekregen heb. Ik heb 2 van deze. Ik krijg... Oké. En 9. 10 en 9. Oké. Dan krijgen we ook nog... Oh, weer 10. Oh, nou, goed. Poeh, wat geweldig. Zo. Echt trots op. Oké, nou, dan gaan we weer even naar de Club World, omdat ik weer mezelf een beetje moet bevoorraden. Zowel als mijn inventory leeg hebben, als het, mijn voorraden van mijn leven is een beetje erbij. Want die zijn dus weer op. Ja. Zo. Ik weet niet wat hier is gebeurd, maar ik neem het voor oké. Nou, ik check dat soort dingen altijd even hoor. Kan er maar liggen. Even kijken, dit is niet beter dan wat ik al heb. Is dat er een weg? Dit is niet beter. Ik heb dit 2 keer. En ik heb het dus gewoon niet beter. Dit is slechter. Dit is ook slechter. Dit is slechter. En slechter. Ook slechter. Slechter. Nou. Ah, fuck it. Nee. Wacht. Maximum health gaat omlaag. Health drain. Oké. Magic damage attack. Speed. Nee. Oké. Keuzes gemaakt, maakt niet meer uit. En dit is allemaal niet zo heel veel denderends. Zo, alles zit erin wat ik niet nodig heb. Dus dat collecten we. En dan doen we het gewoon weg. Zo. En dat doen we hier in de personal chest. Tenminste, dat doe ik altijd. Dat vertel ik jullie ook gewoon. Ik doe al die overige shit die ik altijd niet. Die ik echt nooit gebruik eigenlijk. Die doe ik er gewoon in. En oh, ik heb hier nog iets achtergelaten. Dan kopen dat ook nog even. Want van de loot collector krijg je ook meteen nog eens geld. Of puntjes. Hoe heet die shit ook alweer? Flux. Kijk. Flux. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Jullie begrijpen mijn punt. In ieder geval laten we gewoon even teruggaan naar waar we waren. Want ik weet nu dus nog aardig waar het was. Tenminste, als ik het goed onthouden heb hoor. En je moet ook maar net het geluk hebben dat ik ook daadwerkelijk weer daar aankom. Dat geluk moet ik ook nog even hebben, ja. Dus, even kijken. Ben ik in de buurt van... Nee, ik ben totaal niet in de buurt van waar ik dacht dat ik net... Waarvan ik dacht dat ik was. Maar... Oh, hier wordt allemaal huis opgebouwd. Oké. Teleport graag naar een random persoon. En ik ben nu... Oeh, volgens mij is dit dichtbij met waar ik was. Ja, dat was... Dit is dichtbij. Er zijn hier allemaal mensen met zo'n... Oh, een lief huisje daar. Beginnershuisje. Oh, shit. Ik weet niet wat er gebeurde, maar oké. Oh, een leuk dingetje. Je zou zeggen, ik heb inderdaad een boot. Maar ik weet, ik heb echt geen idee hoe dat werkt. Dus ik ga maar gewoon zo. Even kijken. Ben ik in de goede weg? Meer deze kant op. En hoppatee. En vliegen. En opnieuw vliegen. En nog een keer vliegen. Oh, dit is volgens mij iets anders. Dit is ook weer wat anders. Oh, wat een verschillen toch altijd. Oh, deze ken ik wel. Die is met die andere beestjes. Deze is wel leuk. Deze is ook volgens mij ook wel te doen. Volgens mij zijn deze beesten ook gewoon minder sterk. Kan er mij liggen hoor, dat ik denk van, weet je, die beesten zijn minder sterk. Maar volgens mij stiekem zijn ze super sterk. En kan ik ze echt gewoon niet aan. Maar in mijn ogen zijn ze... Oh, dit is niet handig. Oké. Laten we kijken, waar zit hier de ingang dat ik omhoog kan? Dit gaat omlaag. Dit gaat omhoog. Kijk. Ik loop gewoon naar boven. Ze zijn niet snel... Oh, mijn game. Oh, rustig. We hebben het hier over gehad. Oh. Oh, ik hoef helemaal niet zo hoog, volgens mij. Nee. En weer terug.
Kijk, ik moet hier naartoe. Ik loop gewoon meteen naar die baas, want ik vind dit allemaal alleen maar bullshit. Of zou die iedereen oproepen als die wordt aangevallen? Dat kan ook nog. Oh, nou worden in ieder geval, er worden in ieder geval mensen ingeroepen. Dat is in ieder geval duidelijk. Zo, plant even een bommetje. Oh, wat ben jij? Ben jij een baas? Wat ben jij? Wat ben jij? Wat ben jij? Leg maar, leg uit, leg uit. Oké. Wat de hel? Waar is die? Oh, is het een grote kring met shit met allemaal... Is dit een soort van rondes die ik moet doorbrengen, die ik moet volbrengen ofzo? Ik weet het niet. Oh, oké. Nou, dat zijn dus inderdaad rondes. Zo, en wat krijg ik? Een knal op mijn kop. Oké. Ben ik heel blij mee. Eens kijken. Ik krijg dit. En oh, shit, ik kijk. Oké, ik best, ik kijk later wel. Het is goed. Het is ook goed. Dit lijkt op een uitgang. Of gewoon de ingang van de andere kant. Dat kan ook nog. Kijk, ik zou namelijk vanaf deze kant ook weer deze kant oplopen. Om hem te slopen. Maar ik heb ergens anders ook nog zo'n box gezien. Ergens. Oh, ik kan hier ook nog naar boven. Kijk, dan zit hier waarschijnlijk iets dan een baas. Tenminste, daar ga ik vanuit. Even kijken. Kijk, hier staat de baas hoor, jongens. Kijk, dat waardeer ik. Kijk. Kom dan, jongen. Weet niet, waarom hebben hun allemaal zoveel health? Dat verwacht ik. Dat waardeer ik dus echt totaal niet, jongens. Dit is echt aparte shit wat ik niet waardeer. Oh shit. Oh nee, wat? Ik moet echt een beetje sneller, echt een beetje beter die sneltoets onder de knie krijgen, jongens. Dit is echt geen doen. Waarmee kan ik allemaal aanvallen? M2. Waar is het M2 met toetsenbord dan? Even kijken. Wacht even. M2. Moet ik dan zo doen? Nee, dat is dus de map in 2. Maar M2. Waar de fuck zit M2? Is dat een speciale sneltoets of zoiets? Ik zou het echt niet weten. In ieder geval, ik heb een mooi boxje gekregen hier. Ik weet niet wat dat is. Adventure Benta Box. Ik zie er eten bij zitten. Oeh, Glim. Dankjewel. Altijd welkom. Oké, ik vind het dan ook wel weer mooi geweest voor deze aflevering. Ik faal nog steeds een beetje, maar ik doe mijn best om het te leren. En ik moet gewoon proberen iemand te fixen die mij daarmee kan helpen. Nee, ik zie hier heel veel portals. Kan ik iets met zo'n portal? Of heb ik deze allemaal? Deze hebben wij. Deze hebben we ook. Deze hebben we ook. Die hebben we ook. Die hebben we ook. Oké, ja, het is niet heel veel bijzonders. Dit is wel een gaaf huis. Moet je kijken dan. Wauw. Een chocoladewaterval vanuit zijn huis. Dat is echt zo gaaf. Kijk, hier staat natuurlijk al van allemaal shit die hij ook altijd zelf gebruikt. Dus, kijk, hier staat gewoon een cube converter. Nou, weet je, laten we dat nu maar even niet doen. Dat is misschien voor jullie helemaal niet interessant. Hier staat in ieder geval... Oh, dit is lekker krap op elkaar. Dat verwacht je echt... Wat staat hier? Ik wil het lezen. Kom op. Zullen we even... Kijk. Oké. Thanks for dying. Oké. Dit is de hub. Dit is... Oké. 9-1-U. Allemaal van alles en nog wat. En dan gaat... Oh, hij heeft hier zelfs een pijltje. Dat vind ik wel leuk. Het zit allemaal alles krap op elkaar en alles moeilijk te zien. Oh, dit heb ik vrijgespeeld. Lijkt op een soort van candy bar dingetje. Jullie begrijpen wat ik bedoel. Even kijken. Kunnen we hier ook nog weer naar boven? Kijk. Oh, toch niet. Nee, toch niet. Oh, vanaf hier misschien wel. Kijk. Oké, wat is hier nog? Oh, er zit een dak op. Dat was nog helemaal niet geladen, jongens. Oh. Oh, hier zit ook weer van alles. Allemaal blokjes en dingen is die aan het craften hier, denk ik. Neem ik aan. Oeh, een huisje en een tafel. En... Dit is wel gaaf. Ik moet ook zo'n huis bouwen. Alleen ik ben te lui om zo'n huis te bouwen. God, het is groot. Zo. Hoeveel verdiepingen heeft dit ding? God, het is echt groot, man. Oh, hij heeft een badkamer. Ik zit in zijn bad. Ik heb in zijn bad gezeten. Oh. Snel terug naar beneden, straks ziet hij me. Oh, het is best een mooi huis nog. Ook vanaf de buitenkant, en ik ben hier nog nooit geweest. In ieder geval, ik hoop jullie deze video grappig vonden. Ik vond zijn huis gaaf, dus shout-out naar zijn naam staat erbij, dus dat zal ik ondertussen even opzoeken. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Doe alvast even een blauw duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en te reageren. Shout-out naar Dead Poppet.
Als ik het zo goed uitspreek. En anders, sorry. Ik vind het een cool huis. Dus ik waardeer je huis. En sorry voor je bad. Maar ik moest even in je bad zitten. Het is niet anders. Sorry. In ieder geval. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe vast even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En te reageren op mijn kanaal. Hier beneden. In de beschrijving. Of weet ik veel. Naast de video. Het is maar net hoe je kijkt. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters. En doei.